Mark, een beetje een rare plek om te gaan zitten, maar de herrie even achterlatend. Je neemt hier een overwinning mee vandaag en dat geeft je veel moraal voor het komende weekend. Ja, zoals al gezegd, het was gewoon een hele zware koers. Ook twee keer onderuit gegaan, waardoor ik op een gat kwam te zitten. En vanaf dat moment gewoon alles gegeven, waardoor ik weer de aansluiting kon vinden. En in de ene laatste ronde gefokt op de klim. Aanval geplaatst en het gat weten te behouden en zo naar de tweede overwinning in de Benelux Cup kunnen rijden. Op naar het WK, je gokt op een plek bij de eerste 10. Ja, dat is wel de doelstelling die ik heb gezet. Het zal wel een uitdaging komen omdat ik wel redelijk vanuit het middenveld moet komen, omdat ik best wel belangrijke punten mis ben gelopen dit seizoen, onder andere door materiaal bij de belangrijke wedstrijden. Maar de vorm en de conditie is momenteel gewoon zeer goed. Dus de eerste 10 is wel een doelstelling die ik zeker ga nastreven.